Voorzitter, hoe kan het dat we allemaal zeggen dat onze kinderen de beste kansen verdienen, maar het onderwijs ook altijd de pineut is als er bezuinigd wordt? En hoe kan het dat ook iedereen het erover eens is dat juist die leraar de kwaliteit van het onderwijs bepaalt en dat we zuinig moeten zijn op onze leraren, maar de leraar ook door de jaren heen altijd heeft moeten knokken voor zijn of haar positie? En hoe kan het dat we zover gekomen zijn als nu met overvolle klassen, overwerkte leraren en ook steeds minder kansen voor juist kwetsbare leerlingen? En voorzitter, soms gebeurt er iets dat niemand zag aankomen. Bijvoorbeeld een natuurramp, een orkaan of een aardbeving met enorme gevolgen. En het lerarentekort is ook een ramp en dat meen ik oprecht. Maar dit is niet een ramp die uit de lucht kan vallen. Het is een ramp die al jaren geleden bekend was, die al jaren geleden ook voorspeld was. En politiek Den Haag liet het gebeuren. En overigens is dit niet alleen iets van de laatste jaren. Het negeren van het onderwijs is een hardnekkig probleem dat nu al bijna 100 jaar duurt. Al bijna 100 jaar reageert de politiek vaak verkeerd en ook meestal te laat. En als we teruggaan naar bijvoorbeeld 1935, toen werd in de wet opgenomen dat als een vrouw trouwde, dat ze dan werd ontslagen de dag daarna. En ja, met de kennis van nu en ik hoop echt dat iedereen dat zal dat waarschijnlijk vinden, dat het nu onwenselijk is, dat het toen onwenselijk is. Maar toen was het ook vooral heel erg onpraktisch, want terwijl vrouwen massaal werden ontslagen, ontstond er een gigantisch lerarentekort dat opliep tot 3000 leraren in 1947. En pas na een grote demonstratie werd eind jaren 50 de wet aangepast. Dus pas 40 jaar nadat vrouwen ook stemrecht hadden gekregen, ontstond de politiek ook toe dat ze mochten blijven in het onderwijs. Maar het was wel toen al te laat. En de krapte op de arbeidsmarkt die werd alleen maar groter. Lonen in het bedrijfsleven die stegen de jaren daarop flink. En het onderwijs bleef achter. En pas halverwege de jaren 60, en wederom na weer massale protesten uit dat onderwijs, werd het carrièreperspectief beter en het salaris verhoogd. Dat was mooi, maar weer liep de politiek achter de feiten aan. En de opwaardering van het beroep zorgde wel dat in de jaren 70 weer meer mensen leraar wilden worden. Maar dit duurde niet lang, omdat in de jaren 80 de crisis uitbrak met flinke bezuiniging op alweer het onderwijs. De lerarensalarissen werden nu verlaagd en vanwege de voorspelde leerlingdaling ontstond er een enorme werkloosheid in basis- en voortgezet onderwijs. Net afgestudeerde leraren kwamen niet meer aan de slag en het bestand vergrijste. En toenmalig onderwijsminister Deetman voerde een ontmoedigingsbeleid in voor lerarenopleidingen. En dat had ook effect, want de belangstelling kelderde. Maar in combinatie met een toename van leerlingen zaten we eind jaren 90 weer met een gigantisch lerarentekort. En alweer werkte overheidsbeleid averechts. In 1992 waarschuwde de commissie Toekomst Leraarschap voor het achterblijvende salaris. En even werd er geïnvesteerd, maar kort daarna zette kabinet Balkenende 1 de leraren jarenlang op een nullijn. En wat iedereen daarna weer een nieuwe onderwijsramp voorspelde, werd in 2007 het rapport Leerkracht geschreven onder leiding van Alexander René-Kan. En die zei, we hebben geen tijd te verliezen. Even was ook iedereen het over eens, er moest geïnvesteerd worden in onderwijs. Dat gebeurde vervolgens ook, maar de politiek gaf met de ene hand en haalde geld weer weg met de andere hand. Want kabinetten Balkenende 4, Rutte 1 en 2 zetten het onderwijspersoneel weer jarenlang op de nullijn. Het effect van 5 jaar nullijn was ook dat er meer dan 1,5 miljard bezuinigd is op de onderwijssalarissen. En ook de kloof met de marktsector werd steeds groter. En voorzitter, helaas is dit geen verhaal met een happy end. En is de conclusie ook duidelijk, de afgelopen 100 jaar heeft de politiek zwabberbeleid gevoerd als het gaat om het onderwijs. En het is ook al nodig, want als we iets kunnen voorspellen, dan is het wel het aantal kinderen dat wordt geboren en ook het aantal kinderen dat dus 4 jaar later weer naar school gaat. En we weten ook wat we moeten doen om het beroep aantrekkelijk te houden. Er zijn onderzoeken genoeg, feiten genoeg, daar ligt het niet aan, maar het ligt wel aan dat waarschuwing telkens in de wind worden geslagen. En nu staan we hier, terwijl het lerarentekort zelfs groter dreigt te worden dan René-Kan voorspelde. En we hebben ook te maken met een onderwijsveld dat de politiek steeds minder vertrouwt. En ik zou ook zeggen, dat vind ik begrijpelijk naar alles wat er in die afgelopen jaren is gebeurd. En voorzitter, dat brengt me ook bij het akkoord van vrijdag. Want GroenLinks vindt het positief dat er de komende 2 jaar geld bij komt. We vinden het een mooi signaal dat deze minister binnen een coalitie, en dat mag ook best wel gezegd worden, waar lang niet iedereen vindt dat er geïnvesteerd moet worden in onderwijs, toch geld op tafel heeft weten te krijgen.
En dat er voor de komende 2 jaar wordt geïnvesteerd. Maar we begrijpen ook het onderwijsveld als daar wordt gezegd, dit is niet genoeg, wij hebben behoefte aan zekerheid op de lange termijn. Want als je nu kiest voor een lerarenopleiding, dan wil je natuurlijk weten wat er over 4 jaar, hoe dan het onderwijs ervoor staat. En ook met incidenteel geld kun je niet een structurele loonsverhoging doorvoeren. En voorzitter, ik hoop dat de winst van vandaag ook gaat zijn dat we dat met z'n allen inzien. Dat het lerarentekort niet per se de schuld is van 1 minister of 1 partij, maar dat het wel komt door korte termijn denken van bewindspersonen en politieke partijen. En door een politieke cultuur waarin wordt gekeken naar de komende paar jaar en niet verder door economische rekenmodellen die onderwijs zien als kostenpost in plaats van als investering in onze toekomst. Ik wil toch voorstellen dat u wat verder gaat met uw betogen, want we hebben eigenlijk 40 minuten spreektijd gehad en 80 minuten alleen aan interrupties. En ik wil toch wel dat u even dit eerst afmaakt. Ja, voorzitter, ik vraag me af hoe dat zit met mijn tijd, want ik heb hem nu op 5 minuten 47 staan. Ja. Terwijl ik totaal 14 minuten had voor de eerste termijn. Oh, dat dus kan. Ik denk dat er iets met mijn klokje hier ook komt goed. Niet goed is. Nou, ja, gelukkig maar. Wordt goed bijgehouden. Gaat u verder. Ja, voorzitter, ik hoop dat we vandaag zien dat er een taak voor ons ligt die breder is dan eigen politiek gewin, want daar heeft niemand wat aan en al helemaal niet het onderwijsveld, waarin nu grote onrust heerst. Zij hebben alleen iets aan politici die er met elkaar de schouders onder zetten. En voorzitter, een goede toekomst voor onze kinderen, die is niet links en die is niet rechts, dat willen we allemaal. En laten we daarom met elkaar afspreken dat we de komende jaren de loonkloof gaan dichten, dat we de salaris gaan verhogen. En daarom heb ik ook een motie geschreven die dit uitspreekt. Die willen we ook morgen indienen. Ik heb van een aantal partijen begrepen, ook van de heer Van Menen, dat ze daarachter kunnen staan. Dat zou hij misschien straks ook zelf zeggen. Maar dit is een oproep dus aan de hele politiek om daar met elkaar de schouders onder te zetten. Want het is duidelijk wat er moet gebeuren om dat lerarentekort op te lossen. Meer waardering, een hoger salaris, lage werkdruk. Voorzitter, maar ook op korte termijn moet er meer worden gedaan, want we hebben nu natuurlijk al leerkrachten nodig. En daarom moeten we inzetten op zij-instromers en mensen die een onderwijsbevoegdheid hebben, maar niet in het onderwijs werken. En namens GroenLinks dring ik ook al sinds ik Kamerlid ben aan op meer inzet op die stille reserve. De heer Van Menen. Ja, voorzitter. Dank voor die gelegenheid. Ik ben het eens met mevrouw Westerveld en ik wil eigenlijk in ieder geval bevestigen dat ik haar analyse, zeg maar, van het verloop door de eeuwen heen, zou ik al zeggen, van het overheidsbeleid deel. Ik heb er zelf ook 40 jaar in meegemaakt. En ik wil alleen maar zeggen dat ik de oproep deel en ook zou willen dat wij morgen de uitspraak van de Kamer krijgen over dat dit bedrag van 460 miljoen, dat we dat bij de volgende verkiezingen gewoon structureel kunnen maken, zodat de mensen in het onderwijs daar ook op kunnen rekenen. En ik hoop dat dat heel breed gesteund wordt, in ieder geval door D66. Dat is dan ook duidelijk. Dan ga ik naar de heer Rutmer Heerema. Ja, voorzitter, ik heb een andere vraag, want mevrouw Westerveld geeft een historisch overzicht over politiek en onderwijs. En ik denk dat het een mooi overzicht is, of in ieder geval geen mooi overzicht in de zin van wat erin staat, maar wel goed verwoord. Maar voorzitter, in het onderwijs gebeurt natuurlijk ook van alles waar oorzaken zitten voor het lerarentekort. En ik hoor daar mevrouw Westerveld helemaal niet over. En dan heb ik het over die leraren die in juli ontslagen worden, in september weer aangenomen worden. Die besturen die alleen maar tijdelijke contracten geven en vervolgens van de leraren af zijn. Ook daar zitten oorzaken van het lerarentekort. En ik wil dan toch mevrouw Westerveld vragen in hoeverre zij dat meeweegt in dat hele verhaal wat ze net gehouden heeft, wat de rol van het onderwijs zelf is voor het lerarentekort. Mevrouw Westerveld. Ja, voorzitter, ik kom daar nog op terug in mijn betoog. Maar als de heer maar dit aan mij vraagt, dan heeft hij misschien ook al de afgelopen onderwijsdebatten niet zo heel goed opgelegd. Want we hebben verschillende opgelet. Want we hebben verschillende voorstellen gedaan om dat aan te pakken. Ik heb onlangs nog samen met de heer Van Menen ook een motie aangenomen gekregen die zegt, we moeten er echt voor zorgen dat mensen voor dat onderwijs behouden blijven. Dus we hebben de minister gevraagd om afspraken daarover te maken, ook met werkgevers. Ik heb al vaker voorstellen gedaan om duidelijke afspraken te maken over de financiële reserves van schoolbesturen en van samenwerkingsverbanden. Ja. We hebben een aantal keer opgeroepen om die zij-instroom om dat te bevorderen. We hebben een aantal dingen opgeroepen. Had meneer Heerema moeten weten. Ik kan hier een stapel met voorstellen tevoorschijn halen, maar we hebben heel veel al gezegd meneer en gedaan. Heerema. Ja, voorzitter, dat klopt. En dit verhaal over de historie is dan wat uitgebreider dan mevrouw Westerveld normaal gesproken doet. Maar ik had het zo logisch gevonden om ook die rol van de schoolbesturen daarin mee te nemen. Omdat het niet eenzijdig politiek en onderwijs is, maar er in die onderwijswereld ook van alles gebeurt. De heer Rog.
Dank u wel, voorzitter. En veel van die plannen kennen we. En sommige plannen steunen we, anders over sommige denken wij verschillend. En mevrouw Westveld had het over de stille reserves. En ik zou haar dan ook de vraag willen stellen of zij daaraan de consequentie wil verbinden dat wij proberen mensen die thuis zitten, die bevoegde leraar zijn, maar met een bovenwettelijke werkloosheidsuitkering die soms wel 10 jaar duurt, om die dus inderdaad af te bouwen en dat om te buigen naar salaris, zodat we het onderwijs weer aantrekkelijker maken. Mevrouw Westerveld. Ja, voorzitter, ik ken die oproep van de heer Roch, die doet hij vaker. Natuurlijk kan ik daar voor een eind in meegaan, maar dat is wel vooral een afspraak die werkgevers en werknemers aan die cao-tafel moeten maken. En ik vind het ook echt aan hen om verder te praten over hoe zit dat nou precies met allerlei bovenwettelijke uitkeringen die het onderwijs heeft. En ik wilde ook wel aan toevoegen dat de afgelopen jaren natuurlijk al heel veel is teruggedraaid van allerlei regelingen die er zijn voor onderwijspersoneel. Dus dat het ook al soberder is gemaakt. De heer Roch. Nou, er is niet veel teruggedraaid. Er gaat 400 miljoen euro om, alleen al in de bovenwettelijke regelingen. Dus niet de gewone regeling, maar de bovenwettelijke regeling. Daar is 30 miljoen van versoberd. Dus er is heel veel geld, alleen al in het basis- en voortgezet onderwijs. 350 miljoen euro. Of 180 miljoen, sorry, 350 miljoen aan werkloosheidsuitkeringen, 180 miljoen euro aan bovenwettelijke regelingen die we gewoon kunnen aanwenden. En ik vind het dan een beetje formalistische insteek om te zeggen, daar gaan sociale partners af. Want wij hebben ook een verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat geld voor onderwijs in de klas terechtkomt. En dat vindt mevrouw Westerveld ook, waar het gaat over besturen die het op de plank hebben liggen. Met het CDA willen we ook vanaf. Maar dan vraag ik haar ook om mee te doen en te zeggen dat wij dit soort regelingen echt moeten ombuigen. Mevrouw Westerveld. Ja, voorzitter, als we even kijken naar waarom mensen voor een bepaald beroep kiezen, dan is het salaris van deel van belang, maar ook allerlei andere regelingen die ook het werk aantrekkelijk kunnen maken of de periode na het werk. En daarom vind ik dat we wel moeten uitkijken met zeggen, nou, we kunnen heel makkelijk allerlei bovenwettelijke regelingen helemaal afbouwen. En vind ik dat dat iets dat primair op die onderhandelingstafel ligt tussen de cao-partners. Gaat u verder, mevrouw Westerveld. Ja, voorzitter, ik was gebleven bij het feit dat er nu wat moet gebeuren, omdat we nu leerkrachten nodig hebben en bij de stille reserve. Daar heb ik vaker een punt van gemaakt. En volgens de laatste cijfers die wij kennen zijn er maar liefst 83.000 mensen, 83.000, met een onderwijsbevoegdheid die niet in het onderwijs werken. En sommige mensen willen best terug, maar twijfelen nog, ook onder andere vanwege veel tijdelijke contracten die het onderwijs geldt. Mijn fractie zou willen voorstellen, of we zouden willen vragen, of de minister kan nadenken over een terugkeergarantie, zodat mensen die nu naar het onderwijs stappen, een terugkeergarantie krijgen bij hun huidige baan, zoals politici ook politiek verlof kunnen krijgen. En kan de minister dit misschien regelen voor ambtenaren, maar is hij ook bereid om met werkgevers om tafel te gaan om aan te geven, dit is een gezamenlijk probleem, en om te kijken of ook met grote werkgevers af te spreken is dat er een terugkeergarantie komt als mensen besluiten, met een bevoegdheid zeg ik daarbij, dat ze in het onderwijs willen werken. En zou de minister ook de stille reserve persoonlijk kunnen benaderen, heb ik vaker gevraagd in debatten. VWS doet dat ook, die benadert ook verpleegkundigen. Kunnen we dat in het onderwijs ook gaan doen? Voorzitter, als we kijken naar de zij-instroomregeling, dan is dat een mooi succes als je kijkt naar het aantal mensen dat instroomt. En in het Onderwijsblad las ik afgelopen zaterdag dat een aantal sinds 2017 is verdriedubbeld. Maar hoe zit het met de uitval? Want daar hoor ik alarmerende verhalen over. En kan de minister die subsidiepot ook structureel ophogen? Is hij ook bereid om te kijken naar de hoogte van de subsidie? Want we merken nu dat er vooral meer tijd nodig is voor juist die inval en de begeleiding van nieuwe docenten. Dat ook daar veel uitval is. En is het een oplossing om die subsidie wat op te hogen, zodat er meer geld is juist voor die begeleiding? En voorzitter, daarnaast moet er nog meer gebeuren. En daar wezen de collega's terecht op. Want het is bijvoorbeeld ronduit schandalig dat het aantal tijdelijke contracten in het onderwijs onder docenten, maar ook onder onderwijsondersteuners, gewoon is toegenomen in de afgelopen jaren. En ik vind het niet uit te leggen dat in een tijd van grote tekorten dat docenten voor de zomervakantie worden ontslagen en dan na de zomervakantie weer opnieuw mogen solliciteren. Dat is gewoon niet uit te leggen. En waarom hoor ik ook nog steeds dat onderwijsuitzendbureaus leraren weghalen bij scholen om ze dan vervolgens voor het dubbele tarief weer aan te bieden aan de scholen, is ook niet uit te leggen. En voorzitter, hoe kan het dat tijdens de crisisjaren en daarna de bankrekening van veel schoolbesturen fors is gegroeid, terwijl leraren aan de kant werden gezet en dus steeds meer mensen die in het onderwijs werken een tijdelijk contract kregen? Hoe kan het ook dat samenwerkingsverbanden steeds meer geld op de plank hebben liggen,
Dat kennen we nu 5 jaar, het stelsel van passend onderwijs. Het aantal thuiszetters groeit, maar de financiële reserve van samenwerksverbanden groeit ook. En dat is niet uit te leggen, niet aan mij, niet aan de collega's in deze zaal, maar helemaal niet aan ouders en aan kinderen die nu geen passend onderwijs krijgen of die nu thuis zitten. Die gezamenlijke reserve is inmiddels ook 260 miljoen euro. En voorzitter, gaat de minister aan de slag met de enorme administratieve druk. Ik schetste eerder het verhaal van een kind dat een aangepaste stoel nodig heeft. Dat duurde een paar maanden na inspanning van de school, de orthopedagoog, de gemeente, het UWV, niet te vergeten de ouders en de leraar. Nou, inmiddels is dat traject duurder geworden dan de stoel zelf. Ook dat soort zaken moeten we vanaf in het onderwijs, want het frustreert. En bovendien, voorzitter, verplaatst het probleem zich ook naar de jeugdzorg. Als woordvoerder jeugdzorg word ik wekelijks geconfronteerd met hele schrijnende verhalen van jongeren die hulp nodig hebben, die niet voldoende aandacht krijgen, die op wachtlijsten staan, waardoor ook hun problemen steeds maar worden vergroot. En ook andersom, we zien dat door problemen in de jeugdzorg, bijvoorbeeld scheiding van ouders, kindermishandeling, dat ook scholen daarmee worden geconfronteerd. En kan de minister ook meer doen om scholen en leerkrachten daarbij te ondersteunen? Voorzitter, ik sta hier vandaag ook als hoger onderwijswoordvoerder. En ik zie ook dat het hoger onderwijs stelselmatig de dupe is van het korte termijnbeleid. En het kabinet is bijvoorbeeld van plan om geld binnen universiteiten te herverdelen. Tientallen miljoenen worden verplaatst van alfa, gamma en medische faculteiten naar beta en techniek. En daarmee wordt geld weggehaald bij opleidingen waar de studentenaantallen het allerhoogst zijn en bij opleidingen waar mensen nu omvallen vanwege de werkdruk. Het hoger onderwijs is wat dat betreft niet anders dan het funderend onderwijs. En bijna 2/3 van het wetenschappelijk personeel geeft nu al aan dat ze het psychisch en fysiek niet meer aankunnen. En voorzitter, ik wil de minister vragen wat voor lange termijn effecten deze herverdeling heeft naar inschatting van de minister. En wat bedoelde de minister met de eigen klassificatie dat deze herverdeling quick and dirty is uitgevoerd? En is de minister bereid gezamenlijk met de Tweede Kamer naar voorstellen te kijken om het te verbeteren? En voorzitter, ik zei het al, op mijn andere portefeuille jeugdzorg zie ik ook de problemen en zien we ook het belang van mensen die alfa, gamma en medisch afgestudeerd zijn. Want zij moeten ook jongeren met complexe zorgvragen beter helpen. Dat kunnen we gewoon niet doen zonder goed opgeleide zorgverleners. En ik wil de minister ook vragen of zij het met GroenLinks eens is dat de alfa, gamma en medische studies van enorm toegevoegde waarde zijn, ook juist voor dit soort vraagstukken. En is de minister bereid om alvast een voorschot te nemen op het aangekondigde investeringsfonds om geld vrij te maken voor alfa, gamma en medische wetenschappen? Voorzitter, we leven in een tijd van gigantische rijkdom. De beurs, de AEX-index, eindigde gisteren op de hoogste slotstand in 18 jaar tijd. De economie draait op volle toeren. Er is een begrotingsoverschot van 11 miljard. De overheid kan gratis lenen en rijke mensen worden steeds rijker. En toch werd mijn fractie onplezierig verrast door de studierenteverhoging. Deze is gelukkig nu nog van de baan vanwege politieke oppositie, vanwege massale oppositie ook uit het veld. Maar het heeft wel zijn weg gevonden op de OCW-begroting van het jaar 2026. Want vanaf dat jaar staan de geraamde opbrengsten van deze maatregel als technische bezuiniging ingeboekt. En dat is raar, voorzitter, want de opbrengsten van de studierenteverhoging zouden nooit ten goede zijn gekomen aan het onderwijs. Maar nu de verhoging niet doorgaat, worden de geraamde opbrengsten wel ten laste gelegd van de onderwijsbegroting. Dat vinden wij niet uit te leggen. Maar daarom heb ik voor de verandering geen vraag aan de minister, maar wel aan de collega-Kamerleden. En die vraag is, zijn wij bereid om deze toekomstige taakstelling in de eerstvolgende formatie direct te schrappen? 2026 lijkt nog lang vooruit, voorzitter, maar als ik iets heb geleerd van onderwijspolitiek en ook als iets blijkt uit mijn inbreng, dan is wel dat we ons juist moeten bezighouden met die lange termijn. Voorzitter, ik heb nog één punt. Dat gaat in de brede zin over het betrekken van jongeren in het algemeen. Want in de hele samenleving is het een probleem dat er veel te veel over jongeren wordt gepraat en veel te weinig met jongeren. En we zien dat ook terug in de ondersteuning van jongerenorganisaties, van wie we heel veel verwachten. Maar aan de andere kant lijken we ook hier te willen dat ze het, alles wat wij verwachten, maar moeten doen met een fooi. En daarnaast is het opvallend dat om in aanmerking te komen voor een landelijke beurs een jongere ingeschreven moet staan voor een instelling voor hoger onderwijs. En ik zou de minister willen vragen of het een idee is om dat ook te verbreden, zodat veel meer jongeren actief kunnen worden. En zou de minister eens in contact willen gaan met de verschillende jongerenorganisaties over de facilitering, over de vergoedingen en of dit genoeg is voor het vele werk dat we van ze verwachten. Voorzitter, ik wil afsluiten. Mijn pleidooi is helder. Laten we met elkaar onderwijs weer zien als een investering. Laten we investeren in de lange termijn, dus niet alleen maar kijken naar de komende paar jaar.
En ik vind oprecht, mijn fractie vindt dat onze leraren en onze kinderen verdienen duidelijkheid op de lange termijn.